De beveiliging bij de Altrechtkliniek in Den Dolder is opgeschroefd. Vanaf nu is er 24 uur per dag beveiliging op het terrein aanwezig. Volgens het NRC is dat gebeurd na een melding van een achtervolging. Afgelopen donderdag zou op het terrein van de instelling een vrouw achterna zijn gezeten... ter hoogte van de afdeling waar eerder Michael P. verbleef. Het liep goed af doordat een voorbijganger die op het terrein woont ingreep. Eerder werden na de dood van Anne Faber door de gemeente zijstalmaatregelen genomen... Zo wordt er door de politie extra gesurveilleerd bij het terrein rondom de kliniek. Daarnaast is voor bezorgde bewoners die vragen hebben... afgelopen weekend een buurtmobiel ingezet. Zo'n 120 mensen maakten daar gebruik van. De gemeente wil de buurtmobiel nu ook in Huis ter Heide zetten. Er komt een landelijk onderzoek naar de nachtzorg voor gehandicapten. Naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur... wil de Vereniging Gehandicaptenzorg Zorg Nederland in Utrecht... weten of er incidenten zijn en of daarvan wordt geleerd... Daaruit bleek dat techniek steeds vaker wordt ingezet om cliënten in de gaten te houden in plaats van personeel. Ouders van gehandicapte cliënten maken zich daar zorgen over. Een van de klinieken met deze vorm van toezicht is Amerpoort, die vestigingen in het Eemland heeft. Bij een aanrijding in Maarsen is een oudere vrouw gewond geraakt. Op de kruising van de Ruimteweg met de burgemeester Waverijnweg kwam ze in botsing met een andere auto. Waardoor is nog onduidelijk. Een van de auto's kwam door de klap in de berm terecht. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's hadden forse schade en moesten worden weggesleept. Vandaag is het lekker warm en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Vanavond koelt het af tot 13 graden. Kijk voor meer nieuws op onze sociale media: de app of op rtvutrecht.nl.